Lieve Vree, ik ga het met jou gewoon hebben over de liefde. Want dan kan Oh, de techniek ja. kan mij niet meer schelen. En Goed of idee. ik wel of niet goed zie, kan me niet meer schelen. Als ik jou gewoon maar ergens als een fladder door dat beeld, als die mooie vogel die jij bent. Hou op met me. Weet je Ja, niet, Vree, ik hoe is hoorde het jou met je spreken liefde? voordat ik wist dat ik er was. Toen hoorde ik jou zeggen dat mensen het zo moeilijk hebben dat ze zich, dat ze elkaar fysiek niet aan kunnen raken en zo. Wat een zegen, hè? Dat aanraken, dat vind ik wel het moeilijkste wat er is, geloof ik. Meen ik serieus, ja. Ben je er nog? Ja, oh, gelukkig. Ik zit een beetje verbijsterd naar je te luisteren. Ja, nee, ik vind dat heel erg moeilijk. Ja, ik wil dat natuurlijk heel graag. Altijd. Het Heel erg graag. fysieke. Ik vind het heel ingewikkeld. Vree, bedoel je het fysieke aanraken vind je ingewikkeld? Ja, ik vind het verschrikkelijk eng. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nee, maar dat komt als jij mij aanraakt en mij vasthoudt, dan. Je hebt mij geadopteerd, dus. Dan kan dat. Je hebt mij geadopteerd, weet je dat? Als je verliefd bent op iemand, dan vind je de eerste aanraking ingewikkeld of ook daarna, schat? Altijd. Nou, op een gegeven moment gaat het wel over, maar ik vind het, de fysieke nabijheid van mensen vind ik echt. Ja, dat vind ik echt wel heel erg ingewikkeld. Maar is dit nou meteen een goede entree voor het gesprek, vind je? Ja, nou ja, we komen erop. Lijkt de diepte in. Ja, waarom ook eigenlijk niet? Nee, ja, ik vind dat wel een ding, ja, dat moet ik wel bekennen. Dat vind ik moeilijk. Ik vind het zo intiem en zo dichtbij. Ik word een beetje paniekerig, word ik dan. En als je iemand verleidt, waar jij goed in bent, vind ik. Ik Daar ben verleid jij goed in. nooit. Je hebt een heel slecht beeld van mij. Ik verleid nooit. Nee, echt niet. Nou, in elk geval niet bij volle bewustzijn. Nou moet ik alweer lachen van ja. Nee, dat doe ik niet met bewustzijn. Mensen hebben daar wel, ze denken altijd dat ik een soort van hot en iedereen wil jou. Ja, er zijn ook veel mensen die mij leuk vinden en iets met mij willen. Maar ik ben me er nooit van bewust dat ik daar dan iets mee doe. Behalve als ik het echt moet. Ja, dat kan ik bevestigen. Ja. Ja, want ik ben niet iemand die op jacht gaat of zoiets. Nee. Dat heb ik helemaal niet in me. Nee, maar ik bedoel dan eigenlijk, daarom zeg ik het misschien ook een beetje stout. Ik bedoel, misschien moet ik zeggen, ik vind jou verleidelijk. Ha, there you go. Ja, there I go. Dat weet ik natuurlijk wel, dat vaak dat mensen dat wel vinden. En daar kan ik nu ook wel een beetje om grijnzen, want dat is natuurlijk toch wel leuk dat je. Maar ja, dan willen ze ook aan je zitten en daar komen de problemen mee. Nou, nu Oh. chargeer ik een beetje hoor. Is het zo, Vree, dat jij je dan eerst door iemand anders laat aanraken? Of gaat de paniek weg als jij aanraakt? Kijk, ik kan wel heel goed aanraken. Dat Ja. klopt. Dat is waar. Maar me aan laten raken, ik kan me niet overgeven. Ik ben als de dood. Oh. Dus Weet ben je je ook in de liefde, ben jij dan zelf meer in control dan dat je je laat nou? net Totaal niet in controle. Nee. niet? Ook Oh, dat niet. niet. Maar kijk, dat hele onderwerp vind ik eigenlijk al best wel een beetje heavy nu. Oh. Ja, altijd. Waar gaat het over? Kijk, het is ingewikkeld. Liefde is eng. Liefde doet pijn. Liefde is gevaarlijk. Liefde kan je kapot aangaan. Versplinteren in miljarden stukjes. Nooit meer bij elkaar komen. Dat is mijn ervaring. Ik zou ook wel willen dat het anders was, maar zo is het voorlopig nog even niet. En voel je dat, oh precies, oh, je voelt je daarna, of als het fout gaat of zo, voel je je versplinterd. Ja, compleet. Maar ook als het heel goed gaat. Zeker als ik net iemand leer kennen, bijvoorbeeld, die ik leuk zou kunnen vinden, dan ben ik al helemaal nowhere meer. Dan blijft er niks meer van me over, Adelheid. Dan ben ik gewoon weg. Kijk, ik ben dan of te veel, of te weinig, of te groot, of te hard, of te zacht, maar nooit iets. Er is geen balans. Het hele equilibrium is gone. Ik ben gewoon. En dat is heel ingewikkeld, voor mezelf vooral, denk ik. En misschien ook wel heel beangstigend.
Nou is het me een aantal keer gelukt om met iemand in zee te gaan. En dat is best wel heel goed gegaan en heel liefdevol. Dat kan ik zeker beamen. Kijk, daar zit, oké. Kan wel. Maar er zit in koers. Het zijn altijd oerdingen. Waar dingen misgaan, dat zijn altijd oerdingen. Dat zijn dingen die zitten op celniveau. Dat is de oorsprong van je leven bijna. En dat begint. Het lijkt wel alsof je leven opnieuw begint als je iets voelt voor iemand. Dat is bij mij zo. En dan kon ik het wel schudden, want dan moet ik natuurlijk. Nou, wat ik me wel kan voorstellen, wat ik zelf ken, want ik vind jou zo'n. Ik wou dat ik van de meisjes was, weet je wel. Dan zou ik meteen met jou gaan. Maar ik kan me wel voorstellen, dat ken ik uit mijn eigen geschiedenis, uit mijn eigen liefdesgeschiedenis ook, dat je. Misschien zijn wij mensen, hoewel wij dat zelf niet zo ervaren, wij zijn bij uitstek spelende kinderen, maar wij zijn wilde kinderen. Dus ik heb met heel veel verdriet, maar niet in frustratie, maar een soort open kinderverdriet, elke keer dat ik weer 5 of 6 werd, moeten leren dat mensen. En dat is misschien bij jou ook, kan ik me bij jou voorstellen, dat het temperament wat ik heb, of dat wilde kind wat ik ben, dat dat imponerend is. Of dat dat dus veel is, waardoor een ander de dienst slaat, of soms wil vluchten, of moet wachten, weet je. En terwijl je zelf die sprankel voelt, in een soort. Ik heb jou dat vaker horen zeggen, Free, dat je dan ook zo hartstochtelijk voor iemand kan gaan. En dat je dan eigenlijk bijna. Maar dat komt niet heel vaak voor. Maar als ik voor iemand ga. Ja, er is toch ook niet iets van een beetje liefde voor iemand. Je voelt toch liefde of je voelt geen liefde? Is dat niet een beetje liefde? Wat is dat? Ik heb dat helemaal niet, snap je? Het is alles of niks. Ja, dat is. Als je dat zo bedoelt, ja. Dat klopt. En dan wil ik gewoon eigenlijk gewoon kinderen en trouwen en voor eeuwig bij elkaar blijven. En ik vind eigenlijk dat dat ook de insteek moet zijn. Is dat natuurlijk al, zeker als mensen dingen elkaar beloven, niet altijd. Ja, dat kan enorm tegenvallen natuurlijk. Maar als je er voor gaat, dan heb je helemaal niks natuurlijk. Je kan niet een beetje. Ik kan in elk geval niet een beetje. Ik ben aan het proberen om een beetje. Nu. Schat, is nou, als je nou zegt net, hè, van ik zou wel, dan wil ik ook, ik word verliefd en wil ik ook wel meteen trouwen. Heb je dat als een relatie op een bepaalde manier, op een bepaald moment bedoel ik, voor jou ook als gedaan voelt? Heb je dan dezelfde hartstocht om te scheiden? Je moet maar echt de grond instampen tot er niks meer van me over is. Dan ga ik pas weg. Oh. Ja, nee, ik geef ook nooit op. Want ik denk altijd dat er nog iets te leren is. En iets te voelen en te vinden. Totdat ik echt zelf, dat ik mezelf niet meer ben. Dat heb ik eerlijk gezegd de laatste keer gedaan. Toen ben ik zo lang doorgegaan dat er eigenlijk niks meer van me over was. Ik ben wel erg openhartig. Hebben we ook nog andere onderwerpen? Op dit fantastische nieuwe. Waar zitten we eigenlijk in? We zitten in een. Laat ik maar zeggen, in een soort space-werkelijkheid. Want ik heb ook door. Ben jij nog met muis? Je bent toch met muis? Nou, ik heb met. Nou, dat is een hele goede vraag. Ik heb vorig jaar. Ik zou nu eigenlijk een voorstelling spelen. Die heet Reizen, Rooksman, de Dikke Muis en Shores. En die hebben we vorig jaar gemaakt en gespeeld. En dan zouden we nu een reprise gaan, maar die speelt dus nu niet. En in die voorstelling, dat is eigenlijk een hele, laat ik maar zeggen, performance-achtige voorstelling. Daarin bevraag ik werkelijk 100% autobiografisch, want daar zit muis ook in. Even misschien voor de luisteraars en de kijkers. Titus. Muizelaar. Ja, muizelaar. En die noem ik dan muis.
Ja. Nog een Titus is in mijn leven. Ook een relatie mee gehad. Dus toen werd de tweede Titus, werd Muis. Is dat weg? Ja, Titus Tiel Groenestegen. Ja, die, maar dat weet ik. Maar heb je nog een relatie, vraag ik me nu af. Nee, precies. Maar ik legde even voor de kijker en de luisteraar uit, dat ze dan niet denken dat ik met een muis ben, maar met een man. Maar ik moet dan eigenlijk zeggen... Nee, maar ik moet nu even heel precies antwoord geven op jouw vraag. Want in die voorstelling, daarin bevraag ik op het podium 100% autobiografisch en helemaal open. En ja, dat was ook heel kwetsbaar. Vraag ik Titus, die dus, hè, die muis, die in die voorstelling speelt, of ja, de relatie aan of uit is. Oh ja, want dat was toen, ten tijde van de voorstelling, nog niet helemaal duidelijk. Nee, dat was nog niet helemaal duidelijk. En nu is de relatie uit. Door de voorstelling? Of omdat je het antwoord in de voorstelling hebt gekregen? Ja, nee, zeker niet door de voorstelling. Maar ik heb juist de voorstelling gemaakt en ik wilde iets maken wat... Ik dacht, ja, een podium moet ook weer eigenlijk wel echt die heilige plek zijn. Ja, ik vond het een fantastisch idee, want ik had het gehoord en ik had het graag willen zien, maar dat kan natuurlijk even niet. Maar nu ben je dus single. Ja, ik ben nu single en wij zouden dus nu de... reprise doen met ook weer wat er dan nu in ons leven speelt, samen met Lieneke Rijksman en met Joris Groot. Dat zijn dan onze getuigen. Het zou ook weer aan kunnen gaan in de reprise. Ja, want wij wilden dus dit proces nu in de reprise, en doen we volgend jaar nog een derde, of de derde keer dezelfde voorstelling, maar dan steeds in het proces waar je dan met z'n tweeën als relatie staat. Een real life toneel, zeg maar. Ja, om dat ook te openbaren. Omdat ik denk, nou, dat hadden we nu bij de voorstelling ook. Dan komt, nou, je kan wel bijna zeggen, ongeveer het hele publiek naar buiten. Die bij alles iets heeft. Oh, maar dat herken ik wel zo ernstig. Want wij hadden het ook over zoenen. Wanneer, hoe lang, soms zoen je periodes niet meer. Dat was heel confronterend bleek. Dat vond het publiek echt chockerend. Dat we ook vroegen aan het publiek. Weet je, wie zoent nog echt? Oh, zoenen. Je moet altijd blijven zoenen. Ja, dat denk ik ook. Je moet altijd blijven zoenen. Maar Muis, die wilde op een gegeven moment... Oh, wel. Dat vind ik eigenlijk veel minder moeilijk. Wat zei je, Vreemd? Zoenen vind ik niet zo moeilijk. Nee, maar Muis vond dus zoenen intiemer dan neuken. En daar ging ook een deel van dat gesprek over. En dat ging, ik ging dat ook vragen. Vind jij neuken intiemer dan zoenen? Het wordt wel tijd voor de reprise, hoor ik. Ja. Ja, nou, ja, dit zijn dan van die vragen, Frederik, weet je. Dit is dan, jij moet eigenlijk meedoen, want dit is dan wat Sjors ook... Nou, ik moet gelijk zijn, want ik heb ook honderden vragen, maar ook honderden zinnige dingen. Godverdorie, ja, maar dat eigenlijk weet ik toch. In die reprise bijvoorbeeld kunnen we ook nog, kan ik bijvoorbeeld jou benaderen over jouw... hoe jij dit kan overstaan, want jij hebt mij wel geadopteerd, maar je bent eigenlijk jonger dan ik. Maar ja, iedereen is jonger dan ik, dus inmiddels, op een gegeven moment is iedereen jonger dan jij. Maar jij hebt mij geadopteerd toen ik, wanneer was dat? Dat is heel lang geleden. Ja, dat is lang geleden. Ik ben niet goed in jaartallen. Ik ken me niet goed en toen had ik verteld over waar ik vandaan kwam en zo. Toen zei jij, ik adopteer je. Ja. En vanaf dat moment heb ik altijd het idee gehad dat bij je hoorde. Thank you for that. Ja, dat is zo. Dat vind ik zo lief, joh. Dat had ik echt hard nodig toen. Eigenlijk elke dag nog, maar je bent er ook. En vandaag ook. Ik had echt best wel een rare dag. En jij belt en zegt, wil je straks even een uurtje met me praten? En ik dacht, nou, je komt als geroepen.